74 meter en 34 centimeter noteren we voor Jensen Meekema. Het is niks, zegt Wim. Nee, het is groen van kleur, hè? Dan is het gauw niks, hè? Die staat stil op 84 meter en 71 centimeters. En op deze kant komt er toch een partij ijzer achteruit rijden voor aanpingen aan de grote sleepwagen. De Fiat 1300 uit de Kniepen. Van de Rij. Roel van voren. Hij loopt mooi. En kijk hoe ze het altijd voor elkaar krijgen, ik weet het niet. Maar ook op de andere kant zien wij een Van de Meij oprijden.
Pierre van der Wey aan kop hebben staan. Voor in de 6,5 of in de 4,5 ton. Wat doe je op deze kant van de baan weer? Kijk eens naar de kant. Hij zit vast. Leeuwe Koopmans is de volgende die het mag gaan proberen op deze kant. Maar ik ben ook wel een rossie van de slagen. Lijkt me lekkerder. Niet voor Brinkhoff, Pido, want die heeft geen kleefpasta aan zijn kunstgebit vandaag. Die kan geen droge worst hebben. We gaan ook naar de 80 meter met Leeuwe Koopmans. 86, 82 hebben we nodig. Daar gaan we nu aan voorbij. We gaan zelfs nog door de 90 meter heen. Leeuwe Koopmans wordt nieuwe koploper in het tussenklassement met deze hele mooie 95-36. Geven wij Jongsma als opdracht mee om de kop weer over te nemen op deze kant. En dat betekent voorlopige tweede plaats in het tussenklassement. En op deze kant zijn wij op zoek naar 99 meter en 1 centimeter minimaal met Wietse Jelsma.
De top 6 op de andere kant beginnen wij met Klaas Dijkstra, de 11.55 MF. En op deze kant zien wij wat rijden Hendrik Brouwer. Dat betekent dat we hier op de top. Sport 2,5 gereed maken en melden. Datzelfde geldt voor de Supersport 4,5 ton. Sport 2,5, Supersport 4,5 en ook damesklasse 5 ton gereed maken en melden. Damesklasse 5 ton gereed maken en melden. Gaan wij zo meteen. En als het een beetje mee zit, zijn we ongeveer gelijktijdig klaar bij de baan. Dan gaan we dan snel wat eremetaal weggeven. Dat betekent dat ik al wat mensen richting de bloemen en de bekers wil hebben voor de tribune. Op ongeveer 80 meter van de baan. Daar graag terugkomen. En de bloemen. Kees Richter, Sjoerd de Tos en Hendrik Jan Horinga. Datzelfde geldt voor Piet Slik, Itz Visser en Wieger Koopmans. En ook graag op Richard de Jong en Evert Kroes. Deze mensen graag richting de 80 meter voor de tribune. Zodat we zo meteen direct wat eremetaal kunnen gaan uitreiken. Kees Richter, Sjoerd de Bos, Hendrik Jan Horinga, Piet Slik, Itz Visser en Wieger Koophout, Tjerk de Vries, Richard de Jong en Evert Kroes. Hendrik, graag staan blijven, want je hebt twee keer een full pool gereden. Dus Hendrik, graag staan blijven, niet direct wegrijden, want misschien dat we nog een pool af gaan krijgen op deze kant. Twee keer de full pool dus voor Hendrik Brouwer. En op de andere kant, de 95-43 voor Wieger Koophout. Betekent voorlopig de tweede plaats. Clemens Rijkenhuizen. Kijk, en dan doet Hendrik het toch wel heel erg goed met twee keer die full pool. Want Clemens had hem vanmorgen ook, maar die komt er nu niet aan. Want die blijft hangen op 89 meter en 83 centimeter. Dat betekent voorlopig een tweede plaats in het tussenklassement. Ja.
De eerste van die drie, Meijer Tonne met de Volvo. En het zit zo dicht bij elkaar, de derde plaats op dit moment, op 1,60 meter. De opdracht voor onze Lastenbeer. 95,02. Komt goed. Daar gaan we vanuit. Voor Meijer. Kijk, en dat na de eerste volpoel in de eerste oploop. Val je nu dan wel heel ver terug in het tussenklassement. Want nu zakt hij in één keer naar een achtste plaats. Zo dicht zit het bij elkaar. Hier op deze kant in de 4,5 ton. En op de andere kant dus onderweg met de Waskebeer. En gaan we vliegen vandaag met de voorbeeldjes van de Volvo. We gaan het zien. Boom, boom.